geleden met jullie besproken hoe ik het met mijn opleiding zou willen doen. En ik heb iets heel leuks bedacht. Ik wil eigenlijk met openbaar vervoer naar huis. Hey, ik niet, ik ben allemaal negatief. Hey. Goedemorgen. Vandaag gaat er iets heel erg leuks gebeuren. We hebben vorig jaar Daan opgegeven voor juf van het jaar. En dit jaar is ze juf van het jaar geworden. Dus er komt zo een filmcrew en Daan wordt ze geïnterviewd. En ik heb Blondie nodig voor de lessen. Want ze willen een stukje les op beeld hebben en een stukje Daan interview. Want het vaak moest gefilmd worden. Dus nee, echt onwijs leuk. Echt heel erg leuk. Dat had ik helemaal niet verwacht. Zeer van harte gefeliciteerd. Dankjewel, dankjewel. Dankjewel. Ik ben echt sprakeloos. Echt super leuk. Hartstikke bedankt iedereen. Echt heel erg mijn best om mijn tranen heen te houden. Ik vond daar een reactie wel heel schattig. Rijden en dan krijg ik les. Oh, en dan wordt dat ook gefilmd. Mooi voorwaarts stap en dan doe je daar zo uit aandraven. Blijf jezelf mooi lang maken. Goed, hou die beweging in je rug. Heel goed. Nou dan, hoe voelt dat hier van het jaar? Ja, ik weet niet wat ik moet zeggen. Mijn hoofd is echt overal en nergens. Ik echt bizar, onwijs gaaf. Het is vandaag zondag. Ik ben net met mijn vader bezig schaatsen. Met dat schaatsen voel je echt zo erg moe. Want er zijn helemaal van die schaatspro's. En dan kom jij er tussendoor van. Wat alleen het stomme is, ik ben mijn andere jas vergeten. Dus ik moet nu in mijn schooljas en schoolschoenen gaan. Kleding voor vandaag. Ik ga me eerst even omkleiden. Ik heb mijn kleding hier beneden liggen. Ga ik uit logeren. Tada. Maar ik had dus weer een aantal dingetjes. Ik had natuurlijk een tijd geleden met jullie besproken hoe ik het met mijn opleiding zou willen doen. Ik heb nog niet met mijn docenten gesproken, maar uit betrouwbare bronnen gehoord dat mijn plan, die ik eigenlijk wil, niet kan. Want wat ik eigenlijk wil is MAVO, MBO, HBO, Uni en dan bij Utrecht. Maar bij Utrecht heb je een VWO-einddiploma nodig in natuur en geneeskunde of zoiets. Nu kan ik dat niet meer doen. Want mijn plan, nou ja, wat ik nu wel kan doen, daar heb ik ook al over nagedacht, samen met de betrouwbare bronnen. Ik MAVO, HAVO, VWO kan doen. Het is een optie, maar dan ben je pas als je 20 klaar bent, klaar met de middelbare school. En ik weet niet of ik dat helemaal leuk of fijn vind. Of dat ik, oh ja, de MAVO, HAVO, VWO, dan die test doen bij UZ Utrecht en dan kijken of ik binnenkom, want er worden maar heel weinig toegelaten. En dan als backup plan het MBO, sport en gezondheidsopleiding doen. Of ik doe gewoon MAVO, MBO, sportopleiding en sport en gezondheid of zoiets heet dat. En dan ga ik daarna gewoon vol in de paarden. En ik heb iets heel leuks bedacht. Ik wil eigenlijk met openbaar vervoer naar huis. Dan ga ik even opzoeken hoe ver dat is. Ik ga even kijken hoe dat allemaal zit. Want volgens mij, ik ben echt niet gewend aan het openbaar vervoer. Dus ik weet niet of, volgens mij kan je wel met een overchipkaart in een bus, toch? Ja. Ik zeg leuk, niet zo'n goede plannen, maar wel leuk. Ja, nu ga ik maar even wachten op waar er is. En dan ook de paarden even uit de molen. En dan zie ik jullie morgen. Ik heb vandaag weer een keer op een andere locatie springles. Heel erg veel zin in, want ik heb alweer een tijdje niet gesprongen. Blondie is met de boer on tour. Dus wij gaan maar even kijken hoe en wat. I grew up in a place where they told you what to chase. Oh, stinky. Ik moet even poep scheppen. Ja? Kom maar aan. Misbehave. Had to find a way to change. Had to leave to find my way. Caught up in a daydream. I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place. See, cause everybody wanna tell you bad things. What could go wrong? What fame brings? But success is a finicky thing. And if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself. Ik heb net na een hele lange tijd weer springles gehad. En het ging echt wel heel erg goed. Ik kreeg ook nog complimenten. Dus daar ben ik wel heel erg blij mee. Volgende week woensdag gaan we weer. Daar heb ik heel veel zin in.
Ik vond het weer leuk om weer eens te springen. Mama en ik hadden discussie over geitjes. Want stonden geitjes op een heel dun stukje. Toen zei ik tegen mama, ja, maar wij kunnen toch ook langs de sloot lopen zonder erin te donderen. Ja, maar het is echt gewoon een 30 centimeter stukje, hè? You never know. Misschien, ja, weet je hoe slecht jouw inzicht qua centimeters is? Dat was ook zo, dat we toen nog op middel stonden. Toen kwam Ivan op ons af met een shovel. En die ging toen boven ons hoofd ging die met die shovel rijden. Nou ja, mama schrok zich helemaal dood. Die zag dat niet aankomen en dacht dat het tegen ons aan zou komen. Nou, Ivan weet wat beter. Dus Ivan raakte ons niet, maar mama dacht hem wel. Dus die dook helemaal zo naar beneden en nam mij zo mee van... Oh, dat kan niet hoor! Dus misschien is het wel gewoon... Beter voorzichtig zijn. Dat is zeker waar. Dat ben ik helemaal met jou eens. Toch nog iets. Ja. Maar wij zijn onderweg naar Hees. Met de boer on tour. Hey! Oh, en met de hondjes on tour. Ja, dat was een lastig iets. Kijk, dit is Alice en daar is Jessie. Hey, Jessie heeft ook een heel mooi broekje aan. En dat broekje is ervoor omdat ze loops is. En loops, dat is eigenlijk ongesteld, maar dan bij honden. En dan heeft ze een broekje nodig, dus broekje. En Alice, die, die ligt te slapen met Jessie haar hoofd op Alice. Dus dat is wel altijd helemaal gezellig. Ja, dat was een heel gedoe, want ze hadden het verkeerde nummer bij de honden trimsalon. Dus we werden, ze hadden ons gebeld, 10 voor half 12. Dus ze hebben ons twee keer gebeld, maar we namen niet op, want het was het verkeerde nummer. Dus de honden waren al lang klaar en wij waren ook aan het wachten totdat we gebeld zouden worden. Dus we waren eigenlijk iets aan de late kant, dus we waren zelfs al te laat. Geen hum, want hum is fout en dan, sorry Rick, het spijt me. Kijk nou hoe mooi, zo, zie je mijn ogen. Ivy gaat voor controle. Ik ben benieuwd of alles zo goed als opgelost is. En zo niet, dan komen er weer zo spuitjes. Mara die is positief getest op corona. Dus die gaat niet mee. Dus daar hebben we online contact mee. Zo. Dus ik ben wel benieuwd. Ben jij ook benieuwd? Ja, ik hoop voor haar dat er het allemaal niet zo dichtbij zit. Hallo. Ik denk dat ze mijn poriën nog kunnen zien. Elke rimpel die op mijn hoofd zit. Hou op, gek. Sorry. Lubers, jongens. Mara is dus positief getest, maar we gaan toch met Ivy naar Hees toe. Want ze wordt Maar dat vroeg ik niet. Wat vroeg je dan? Of... Ik vroeg of jij benieuwd bent. Of ik wat? Of jij ook benieuwd bent. Ja. Ja, want de rest heb ik al uitgelegd en dat is alleen maar herhaling. En hoe drie dat ik eruit knip, want dat is niet interessant. Ik was nu klaar bij ja. Ja. En jij gaat er weer een heel verhaal aan zitten plakken. Ja, want ik heb samen met Rick geëdit. En er moeten zoveel dingen uit omdat het gewoon niet interessant is. Maar hij kan zo goed editen. Kijk hè, dan haalt hij hier een stukje eruit. En dan zet hij het aan het eind. En dan denkt hij, oh, dat stukje van het eind kan ik nu daarin doen. En zo, pjoe. En dan is het, wow, loop het verhaal. Het is meer een soort Lego, vind ik het altijd editen. Ja, maar Rick ook. Je maakt overal maak je blokjes van en die geef je allemaal hun eigen kleurtje. En dan kan je kijken wat bij elkaar past. En dan kan je ook dingen boven en onder elkaar zetten. En goed, ik vind het grappig. Geef jij het allemaal verschillende kleurtjes? Ja, dat doe ik meestal wel. Zodat dingen die bij elkaar passen, geef ik dan hetzelfde kleurtje. En dan weet ik welke kleur. En dan doe ik daarna alle kleurtjes bij elkaar. Maar Rick is gewoon alles blauw. Ja, maar dat vind ik zelf lastig. Zeker als je een stukje ergens neerzet en dan denkt, oh, misschien kan ik dat ergens anders voor gebruiken. Als ik dan roze maak en ik kom nog een roze stukje tegen en nog een stukje, dan kan ik al die roze stukjes bij elkaar doen. Dat is makkelijk aan staan. Dan hoef ik niet nog een keer te kijken. Dan weet ik roze wordt bij roze, groen bij groen, paars bij paars. En zo vind ik dan blauw niet leuk. Stomblauw, veenblauw. I'm here with my bestie. Mijn bestie. Bestie bestie is wat rustiger dan de vorige keer. Bestie bestie was een beetje vies, dus ik heb haar moeten poetsen met mijn poetspulletjes. We gaan aanmelden. De hondjes zijn er klaar mee. Kijk. Oh, het was net ook. Ik moest hem uitlaten en Jessie stond daar. Ze was eruit, dus dat was wel grappig. Maar, it's time. We zijn weer thuis. Het is 9:15. Veel te laat. Ivy is behandeld aan haar rug bij de SI-gewrichten en er bij... Er is niemand in je contacten die overeenkomt met Jesse. Ik ga
Ja, ze is niet in de rug, maar SI-gewricht is je kont. Ja, SI-gewricht, dat zei ik ook. Ja, maar je is een rug, dat is je kont. Dat zit tussen de rug en kont is ook. Nee, dat is gewoon je kont. SI-gewricht in je kont. Die zijn behandeld en in haar nek, aan de linkerkant. Want hals. Want daar zat nog wat meer vocht in dan dat ze hadden gehoopt. Maar dat gaat nu als goed is allemaal goed komen. Maar nu ga ik de honden uitlaten, want honden zijn honden. Die moeten eruit en lopen. Alle vriendinnen hebben corona. Hey, ik niet, ik ben allemaal negatief. Hey. Maar het is vandaag donderdag. Oh, dat overbelicht, even wachten. Ja. Nu is het onderbelicht. Ja. 7:10 en we gaan Ivy haar mee te kam geven. Een mooi paars zakkie. Want Ivy moet pijnstilling hebben omdat ze weer is ingespoten. Dus wij gaan onderweg naar stal. Mee te kam gepakt. En naar school.